Hoe kun je de energie van emoties in jezelf die zo heftig zijn, dat ze gelinkt moeten zijn aan de emoties van het kind in jezelf, hoe kun je die energie naar jouw volwassen zelf brengen? En wat is de waarde daarvan? Ik heb die waarde daarvan recent ondervonden tijdens een leersessie van mijn opleiding Somatic Experiencing, van mijn traumahelingsopleiding. Dus dat is ook de reden dat ik het met jou wil delen, omdat het voor mij zo waardevol is geweest. Onze emoties kunnen heel heftig zijn. Bijvoorbeeld een woede die buiten proporties is voor wat er nu in feite gebeurt tussen jou en een ander, of wat er eigenlijk gebeurt met een omstandigheid die jou woedend heeft gemaakt. Of je kunt overweldigend verdriet ervaren, wat groter is dan wat er nu in feite plaatsvindt. Dus dat is dan hoogstwaarschijnlijk gekoppeld aan verdriet van toen je veel jonger was. Ik zal nu als voorbeeld geven de emotie van de woede. Ik heb veel gewerkt aan mezelf. Met lichaamswerk, met meditaties waarbij je kunt ontladen, met gestalttherapie, bioenergetica. En dat is allemaal waardevol geweest en kan nog steeds waardevol zijn. Want door die lichaamsgerichte en emotiegerichte benaderingen in plaats van wat je tegenkomt te benaderen alleen maar via het hoofd en via het denken. Juist door die lichaamsgerichte benaderingen en die emotiegerichte benaderingen kon ik in dit geval de woede die ik als kind niet heb kunnen uiten. Ik was dan bang mijn ouders te verliezen, omdat die het moeilijk vonden om met woede om te gaan. Ik heb door die therapieën en door die sessies die ik net noemde, gevoeld dat die woede er was. Ik heb die woede die diep in de kelder van mijn wezen begraven zat, kunnen aanschouwen, kunnen doorvoelen en kunnen erkennen. En dat heeft mij mijn levendigheid teruggegeven. Want emoties zijn ook een teken van levend zijn. En hoeveel van ons hebben de emotie woede echt mogen uiten? Dat is vaak iets wat je door volwassenen niet in dank wordt afgenomen, omdat het bedreigend is voor die volwassenen, of omdat die volwassenen zich afgewezen voelt. Of omdat die volwassene zelf geconfronteerd wordt met het niet om kunnen gaan met woede. Wat ik in die sessie van een paar dagen geleden ervoer en wat ik ook duidelijk kreeg met de hulp van mijn therapeut die deze sessie begeleidde, was dat die energie van die woede er kan zijn, er is, maar haar vraag kwam van: hoe kun je deze energie, deze krachtige energie, want woede is ook echt een kracht, vormgeven in jouw volwassen leven, nu als volwassene? Hoe kun je dat inzetten nu als volwassene? Ik had een, of heb, een conflict met iemand die heel dicht bij mij woont.
En dat is een conflict wat mij heel diep raakt. En wat ook mijn woede raakt van binnen, omdat degene met wie ik het conflict heb over mijn grens gaat. En ik heb moeite met haar niet over mijn grens te laten gaan. En dat roept enorme woede op. En wat in die sessie naar boven kwam, was de woede van mij als klein kind, als 2-jarig kind, toen ik zag dat mijn 1 jaar jongere zus heel vrij op een mat zat en op een toeter zat te blazen en heel speels kon zijn, terwijl ik de oudste was en ik de verwachting voelde en de druk om een voorbeeldig kind te zijn, om goed te presteren, om braaf te zijn, om lief te zijn. En ik kon me daar niet van losmaken, daar was ik te klein voor. Maar ik zag dus dat mijn zus heel vrij kon zijn, dat die druk van die verwachtingen vooral op mij terecht kwam. En de impuls ontstond in mij, ik heb dat niet kunnen en durven volgen, omdat dat te bedreigend was. Ik was dan bang om mijn moeder te verliezen. Mijn moeder die stond op dat moment ook in de keuken, waar ook die mat van mijn zus lag, met mijn zus daarop. En ik stond voor die keukenkastjes en ik had de neiging om de keukenkastjes open te doen en om het hele serviesgoed eruit te maaien. Dat alles kapot zou vallen en zou rinkelen. Zo woedend was ik. Eerder in deze sessie, dat was een somatic experiencing sessie, waarbij ik als cliënt zelf onderga wat ik leer om zelf met cliënten te kunnen doen als therapie. In die sessie had ik eerder ervaren hoe het was als ik in mijn lichaam stond, als ik daar stond, in mijn kracht. Volledig in mijn kracht, gevuld met kracht. En toen mijn therapeute mij vroeg van hoe kun je deze prachtige levende energie van deze peuter, die wil stampvoeten, die kapot wil maken, die zich wil laten zien, die zich wil manifesteren, hoe kun je die inzetten als volwassene? En toen maakte ik weer contact met dat eerdere beeld waarin ik stevig stond in mijn kracht als volwassene, een beeld van eerder in die sessie. En ik voelde echt hoe ik daar stond. Hoe ik stond, stevig geaard op de grond met volume, volume in mijn lichaam. Ik was vol. Dat is ook een hele mooie betekenis van het woord volwassen. Gewassen, dus gegroeid in iemand die vol is. En toen voelde ik dat die, wat zich manifesteerde in die woede van het kind in mij, van het kindstuk in mij, als ik dat integreerde in mijn volwassenen, dan stond ik daar met deze energie. Vol en krachtig. En vanuit deze houding had ik al een duidelijke grens. Dat mijn therapeute zei, en dat kon ik me ook goed voorstellen op dat moment, dat het zo voelbaar was dat ik daar stond in mijn kracht. En dat dat ook voor die persoon met wie ik een conflict heb, voelbaar moet zijn. Dan hoef ik niet meer te stampvoeten of dingen kapot te maken of wraak te nemen of wat dan ook. Nee, mijn grens is dan voelbaar, zoals ik daar hier en nu aanwezig ben en sta. Dus wat die peuter nog niet kon reguleren met die woede, die had het nodig om dingen, om dat serviesgoed kapot te kunnen maken, om duidelijk te maken dat ze zich zo gevangen voelde.
Dat hoef ik als volwassene niet te doen. Want als ik dat als volwassene doe, dan maak ik relaties stuk. Dan, als ik het op, in een werksituatie zou doen, dan verlies ik natuurlijk mijn werk. En dan pakt het uit als iets wat uiteindelijk mij niet ten goede komt. Dus als volwassene heb ik er het stuk bij van het rationele deel, die mijn impulsen kan reguleren, van mijn levenservaring. Maar ik kan nog steeds die kracht van die peuter voelen en een vorm geven in mijn volwassen bestaan. Waarin ik ook erken dat er grenzen zijn, dat anderen ook grenzen hebben. Dat mijn werk ook van mij vereist dat ik me reguleer. Dat ik in het contact met anderen ook het beste floreer en die ander ook als ik mezelf kan reguleren. Maar dat betekent dus niet dat ik de kracht van die emotie, van in dit geval woede, hoef te ontkennen. Ik kan hem juist gebruiken. En ik voelde, sorry, ik voelde ook dat dat een keuze was om in mijn volwassen stuk te staan. En dat met die keuze ook verantwoordelijkheid meekomt. Want ook als je 61 bent, zoals ik, kun je de peuter de overhand laten nemen. Die kun je laten slaan en schoppen onder het mom van ik heb het als 2-jarige niet gekund, ik ga het alsnog doen. Maar wat brengt het je? Hoe mooi is het als je in je volwassen stuk kunt gaan staan en ook de verantwoordelijkheid kunt dragen van het reguleren van deze emotie. Van het zijn met de emotie, van het ontvangen met de emotie en het reguleren. Het voelen van hoe kan ik deze emotie op een volwassen manier er laten zijn, vorm geven. Het maakt dat ik anders in de wereld sta. Dat ik mijn volwassen zijn omarm en geniet van zowel de kracht van de emotie als de regulatie van de emotie. Mocht je dit een interessant stuk vinden voor jezelf om naar te kijken, om samen met iemand naar te kijken, dan kan ik die iemand of wil ik die iemand voor je zijn. Omdat je vaak met 4 ogen meer ziet dan met de 2 ogen van jezelf. Dus ik nodig je van harte uit, als je dat zou willen. En misschien is het luisteren naar dit filmpje ook voldoende. In ieder geval, mocht je het willen, dan vind je de gegevens van mij in de beschrijving onder dit filmpje.